Vertel even wie je bent. Ik ben Marleen en ik werk bij Filente en daar werk ik ook als case manager dementie. En wat is het verhaal wat jij hier wilt vertellen? Wij hebben een project, zijn we mee bezig, in Veldhuizen. Dat heet de Proeftuin Veldhuizen. Dat doen we met een aantal organisaties. Er zijn ook verschillende medewerkers met verschillende achtergrond. Ik ben zelf dan case manager dementie, maar we hebben ook oudere adviseurs erin zitten, wijkverpleegkundigen. En we gaan op huisbezoek. En wat zorgorganisaties heel erg deden is dat ze keken naar van wat is het probleem bij iemand. En waar we veel meer naartoe moeten, en ik denk dat het ook goed is, dat we veel meer gaan kijken van wat de wensen van mensen zijn. En waar mensen dus gelukkig van worden. Ja, kun je eens een voorbeeld geven? Ja, ik ben bij een mevrouw die zit heel vaak gewoon stil in een hoekje. Ik ben met haar gaan onderzoeken van waarom zit u nou stil in dat hoekje? Wat kunnen we nou gaan doen waardoor u weer vrolijker wordt? Waardoor u weer meer weer zin heeft om wat te gaan ondernemen? En toen zijn we erop uitgekomen dat ze heel erg van zorgen houdt. Zorgen voor andere mensen. En we zijn nu aan het kijken of ze ergens op een of andere manier met haar beperkingen toch vrijwilligerswerk kan gaan doen. Ja, en heb je al iets in zicht? Nee, dat gaat lastig. Maar we zijn wel bezig met een huiskamer waar zij eventueel vrijwilligerswerk kan gaan doen. Ja, want wat maakt het lastig? Dat ze vaak niet zitten te wachten op vrijwilligers die beperkingen hebben. Van, we zijn bang dat het straks een deelnemer wordt in plaats van dat het een vrijwilliger blijft. Terwijl ik denk van als je er een vrijwilliger naast zet en het samen doet, dan kom je volgens mij een heel eind. Ja. Ja. Maar het is dus eigenlijk van kijk niet naar wat iemand niet meer kan, maar kijk naar wat iemand wel kan en probeer daar het beste uit te halen. Ja, ja. Ja, en dat ook dat al die organisaties, dat het niet meer uitmaakt bij welke organisatie je aanklopt. Maar dat we allemaal op dezelfde manier werken met allemaal hetzelfde doel. Ja. Dat mensen gelukkiger in, of beter in hun vel komen te zitten. Dus dat is ook wat je graag zou willen? Dat zou ik heel graag willen, ja. Ja, ja. Ja. En wat is daarvoor nodig? Dat al die organisaties niet het gevoel hebben dat ze steeds moeten concurreren, maar dat ze toch echt gaan samenwerken. Omdat ik volgens mij is dat de oplossing. Dankjewel. Graag gedaan.